punten zijn ook inhaken op de presentatie van net, er zal wat overlap hebben. Dus ja, sommige stukken gaan we iets sneller doorheen, sommige stukken gaan we iets uitgebreider behandelen. Ja, wat is oranje stof eigenlijk, de definitie? Ja, zo kan je het zien, al het aanwezige materiaal in de bodem, afkomstig van micro-organismen, planten en dieren. Ja, dat is eigenlijk een breed omvattend begrip. En wat ook zo is, hele organische moleculen bevatten, ja, koolstof zeg maar, dat is wat erin zit. En ja, dan kan je ook altijd waterstof en zuurstof zeg maar. En ja, hoe je het aanvoert, hè, dus dat is door middel van groenbemestersteden, organische mest. Dus ja, en gewasresten, hè, dus bijvoorbeeld ook inderdaad uw granen, steelfractie, dus zo voert u eigenlijk organische stof aan. En ja, daaronder nogal humus is ja, eigenlijk de stabiele organische stof zoals die in de bodem aanwezig is. Ja, zoals ik net zei, aanvoer. Hoe voeren we nou vers organisch materiaal? Nou, in die bodem zitten micro-organismen. Door middel van humificatie komt die organische stof, dus uiteindelijk de effectieve organische stof in de bodem. En uiteindelijk is ook het doel, wat net ook werd gezegd, om de nutriëntenlevering aan die volgewas, om die te realiseren. En daarmee kan bijvoorbeeld een groenbemester, ja, kan u daarbij helpen. Functies van organische stof, een aantal dingen die hier opgesomd zijn. Ja. Organische stof is eigenlijk een voedselbron voor alle bodemorganismen. Dus het bodemleven voedt zich aan organische stof. Je geeft het eigenlijk als het ware eten. En uiteindelijk wil je dat, dat ze zich eraan voeden en dat ze, ja, wat er ook staat, mineralisatie, nutriëntenlevering, dat ze die nutriënten aan het volgewas leveren. Temperatuur, donker, absorbeert warmte. Uiteindelijk wil je die gewassen ook warmte geven, zodat de groei verbetert en dat ja, het warm is in die bodem. Ja, vochtcapaciteit, tot 20 keer eigen vocht vasthouden. Ja, als je veel organische stof hebt in de bodem, dan ja, heb je ook de capaciteit om die water beter vast te houden. En om minder snel ja, problemen te krijgen met water als het ware. Structuurverbetering, ook uiteindelijk het bodemleven gaat ook ja, je structuur van je grond wel doen verbeteren op termijn. En dat zijn onder andere de wormgang en uiteindelijk wil je ook dat het water daardoor beter wegkomt en de structuur van de grond verbetert. En ja, wat onder staat bodemdichtheid, verhoging van poriegehalte zoals ik net zei, dat is uiteindelijk wat je wil bereiken. En de CEC, daar gaan we het nu eventjes over hebben, de cadmium exchange capacity. En die is dan te wijten aan de organische stof. En zoals ik al net al zei, ja, cadmium exchange capacity, oftewel het cadmium absorptiecomplex, dus in hoeverre is die grond eigenlijk in staat om ja, cadmionen aan zich te binden. Hey, er zijn een aantal positief geladen nutriënten zoals magnesium, calcium, kalium. En uiteindelijk is de bedoeling dat die zich binden. Negatief geladen deeltjes binden zitten dus aan een positief geladen ion. En dat is wat de CEC is. En dat zit hier op het plaatje. Dit plaatje ga ik even wat sneller doorheen. Organische stof opbouwen, ja, hoe doet u dat nou eigenlijk? Nou goed, dat is ook al wel bekend, zoals ik net zei, uiteraard gewasresten. Hey, gaat u stroverhaksel, gaat u dat niet doen? En iedere teelt heeft zo zijn kengetal van hoeveel organische stof het aanvoert met gewasresten. Nou, groenbemesters, welke teelt u? Hier zijn ook weer bepaalde kengetallen voor. Teelt u een groenbemester na een kapotgereden aardappelland of bietenland, dan levert die uiteraard minder organische stof dan dat het in een vroege stoppel is, als bijvoorbeeld plantuin of winterrest. En daarnaast organische mest, zowel in de vaste als in de vloeibare vorm. Eerste jaar, ja, makkelijk afbreekbare gedeelte verdwijnt. Dat kom ik zo meteen straks nog even op terug in, verder in de presentatie. En uiteindelijk, wat je wil bereiken is effectief organische stof, ofwel, ja, humus zeg maar. Ja, hoe bouw je dat nou op? Ja, effectief wil niet meer zeggen stabiel. Hier zie je een overzicht, ja, 0 staat controle, gras, stro, stalmest op 100%. En het jaar daarna zie je eigenlijk hoeveel daar al van overblijft. En zie je bijvoorbeeld verschillen met stalmest ten opzichte van stro en gras. En dat komt omdat eigenlijk de mest is al voor een gedeelte verteerd door een beest. En
En daardoor blijft dat, is dat veel effectiever dan dat gras en stro is. Dus om die reden is dat percentage hoger. En dat zie je dus ook na 30 jaar dat dat relatief gezien hoger is dan dat het met gras en stro enkelvoudig is. Nou, effectieve organische stof, hoeveel blijft er nou eigenlijk over na 1 jaar? En dat kan je met een humificatiecoëfficiënt berekenen. En dan ziet u eigenlijk allemaal verschillende soorten groenbemesters. En dan zeker nog wel vrij. Ja. Je had net over 30 jaar. Maar daar stond er stro. Maar wat voor bouwplan hebben we dan om het jaar gerend? Of eerst in de 4 jaar? Of hoe moet je dat zien dan? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja. Daar staat hier niet zozeer echt in ja, hoeveel en met welk bouwplan het is. Dus je moet dan 30 jaar stro in je groen brengen achter elkaar. Nee, het zal berekend zijn op een gangbaar bouwplan. Maar inderdaad, hoeveel jaren je dan granen in dat bouwplan van 30 jaar, dat is hier niet bij niet zo goed aan te komen. Ja, dat klopt, absoluut. Ja. Ja, ja. De humificatiecoëfficiënt, dus hoeveel effectieve organische stof blijft er nou eigenlijk nog over? En dat is hier op basis van de groenbemesters. Maar het zaaitijdstip van die groenbemesters maakt ook uit. Daar kom ik straks nog eventjes op. Ja, hoe vroeger die gezaaid worden, hoe beter die ontwikkelt, uiteraard hoe meer organische stof die ook levert. Dat is uiteindelijk iets wat ook in het handboek van de groenbemester staat. Ik zou ook adviseren om daar zeker op te kijken. Dat is gewoon openbaar, daar kunt u op kijken. En daar kunt u die kerngetallen ook op zien. Oké, hoeveel levert nou zo'n groenbemester en hoeveel organische stof voert nou eigenlijk welke mest aan, zeg maar. En dit is hetzelfde, alleen dan van organische mest, dus van drijfmest, vaste mest en compost. En zo ziet u bijvoorbeeld dat GFT-compost een relatief hoge humificatiecoëfficiënt heeft. Dus oftewel, er blijft 90% over na 1 jaar van de organische stof die u aanvoert. En zo is dat bijvoorbeeld met drijfmest, is dat wat minder. En dat glas, hoe lang blijft dat in de grond zitten? Ja, lang. Ja. Ja. Dat is het probleem. Ja. Dat heb je wel, dat is dan weer een nadeel wat je in de praktijk ervaart met compost. En dat er toch restantjes van glas of zoiets in kunnen zitten. Altijd. Ja. Dus, en zo kunt u dat eigenlijk zien per verschillende soorten organische mest. En dit is dan uiteindelijk hetgeen wat ik ook net zei. Kijk, het zaaitijdstip is wel bepalend voor hoeveel organische stof een bepaalde groenbemester levert. Kijk, zaait u inderdaad de groenbemester in een plantuin stoppen die heel vroeg is, ook in diep wortel, dan levert dat bijvoorbeeld veel meer organische stof dan het in een laat gezaaide stoppel is. Goed, uiteindelijk bent u natuurlijk afhankelijk van het weer. Afgelopen jaar zagen we dat bijvoorbeeld de graanoogst relatief gezien laat was. En dat de omstandigheden wat natter waren, waardoor de kans op ontwikkeling van de geslaagde groenbemester daarin wat minder was dan in andere jaren. Dus het is ook heel erg jaarsafhankelijk. Maar deze kerngetallen wat ik zei staan dus ook op het handboek bodem en bemesting. En ik zou ook zeker adviseren om daar een keer op te kijken. Ook nog even, ook de gewashoogte, hoe ontwikkeld is die, en kunt u ook nog zien hoeveel organische stof dat aanvoert. Nou, u wilt waarschijnlijk allemaal organische stof gaan verhogen in uw bouwplan. Nou, dat is mogelijk, het is alleen wel een kwestie van een lange adem hebben en er veel tijd en energie in steken. Stel u wilt 1% van uw organische stof in de bouwvorm van 30 centimeter verhogen. Zou dat ongeveer neerkomen op 37,5 ton. Nou, 37,5 ton effectieve organische stof. En als we dan uitgaan van die humificatiecoëfficiënt, wat ik dus net zei, zou dan 70% zijn. Hoeveel organisch materiaal moeten we dan aanvoeren? Nou, 53,5 ton. Om dus die 1% organische stof te verhogen. Nou, als je dat ziet, dan zou dat neerkomen op die hoeveelheid groencompost om aan te voeren. Of 14 keer een geslaagde groenbemester. Dus zo ziet u dat het best wel veel tijd en energie vergt om echt dat organische stofgehalte in uw bouwplan te verhogen. Organische stof breekt ook af. Ja, gemiddeld 2 tot 3% per jaar. En zuurstof versnelt eigenlijk de afbraak. En de CN-verhouding is hier ook bij van invloed. Hoe wilt u de afbraak beperken? Ja, minimale grondbewerkingen doen. Dat scheelt. pH, neutraal houden. Schimmels, hoofdzakelijk. Door opbouw van humus. En de bacterie-identificatie bepaalt ook de afbraak van de organische stof.
Ik zou u allen ook adviseren, ik weet niet of dat wel eens een keer heeft gedaan, om een organische stofbalans te maken. Dan kunt u eigenlijk voor uw bouwplan uitrekenen van oké, wat voor gewassen heb ik, welke oppervlakte steel ik daarin. En hoeveel groenbemesten steel ik en hoe voer ik mijn organische mest aan. Nou, dat kunt u eigenlijk samenvatten in een organische stofbalans. Hey, dus wat berekent u? Bekijkt uiteindelijk uw bouwplan met uw gewasresten en groenbemesters. Dus haksel ik mijn stro of voer ik het af? Aanvoer van organische mest. En zoals ik al zei, de groenbemesters inderdaad. Nou, we kijken naar het afbraakpercentage. En zo kunnen we eigenlijk de organische stofbalans uitrekenen. Het was geloof ik de bedoeling dat we die gezamenlijk gingen maken. Doen we dat apart in de groep of doen we dat na afloop? Ja, wilden we de afloop in de gezamenlijke groep doen. Ja. Ja, samengevat even kort, ja, regelmatig aanvoeren divers organisch materiaal met een optimale CN-verhouding. Bouwplan, kijk daar goed naar, inclusief de groenbemesters die u teelt. Kies groenbemester die bij u past in uw bouwplan. Afbraak is niet per se slecht, het is gewoon iets wat standaard voorkomt tussen de 2-3%. Alleen dient die organische stofbalans wel minimaal positief te houden om in ieder geval geen roofbouw op je eigen bedrijf te plegen. En dat is toch iets wat u niet wil bereiken. Daarom adviseer ik ook een keer samen die organische stofbalans in te vullen. Dus, als je nu die groenbemester dus minimaal inwerkt, dan heb je dus wel, dan hoopt je organische stofgehalte gaat omhoog. Ja. Maar dus het effectieve organische stof, dus dat het echt beschikbaar is voor de plant, dat is dan toch op een dan kom je toch tekort als je dan. Voor mijn gevoel, als je het dus niet ploegt of dat je het van boven erop laat liggen, dan heeft die plant er voor mijn gevoel heel weinig aan.